Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dishonored DLC, The Brickmore Witches. En nu zie je hoe wij even weer die guard hebben uitgeschakeld, want de vorige keer waren we dagen geleden, maar nu ben ik even weer hier. Want toen waren we ontdekt en nu zijn we niet meer ontdekt. Dus dat is mooi. Dus we gaan hier door het ding naar binnen. En ze gaan dadelijk iemand ontdekken, dus ze zien dadelijk een lijk liggen of iets. Of een unconscious body, lijkt niet, want ik heb niemand vermoord. En zo waarschijnlijk dat zij iemand gaan vermoorden, dus... ze hebben dan iemand gevonden en dan denken ze van, hey, word wakker, get up right now. Of niet. Ja, dat bedoel ik, wake up right now. En dan komt die gozer hier naartoe. Die man. En die kunnen we dan zo even met Blink uitschakelen. Moet er alleen even op wachten. Probably rat into everything. Kom maar binnen. Achter je blinken. Probeer. Wacht, wie zag dat? The prisoner in cell 14's been telling stories again. Hey, 14. What was it this time? He's gonna make a mistake one day, and that's gonna be it. My hands on his throat. Started shouting. Okay. They'll report it. Al die verhalen, ze boeien me dus echt helemaal niet. Okay, er zijn nu 3 mannen hier beneden. Misschien is het beter als ik even de man daarboven ook even uitschakel. Boven en met ze ook op een stapeltje mensen leg. Kijk, hier is ook een man als door de dingen heen kijkt. Nee? Nou, dan is hij er niet. Ook goed. Oh, yes. Gaan we hier even opslaan, een quick save maken. Daar naartoe, naar het logboek. Oké, dan hebben we hier de cel door. S verveeld, oké. Oké, die stun mines zijn super handig. Woep! Stun mines. Voor al uw dingen. Ja, yeah, I know you're here. Je bent zo vervelend. Ga weg. Oh. Een blinkburg. Het is fantastisch. Een blinkburg. Het gaat zo supergoed. Een blinkburg. Je leggen je bij je. Een blinkburg. Is er iemand? Er is hier niemand. Dus wat kunnen we doen als er niemand is? We kunnen daar. Watch your back. Maar wel iemand is. They have an intruder. No one's getting past me. 2 mensen. Oké, we slaan hier even op. I'm going to find you, whoever you are. And then I'll demonstrate failing. Got you now. Nee! Fuck you! Ga weg! Screw you! Zijn het er 2? Zijn het er 2? Wacht, nee. Load game. Naar de quick save die we net hebben gemaakt. Goed zo, ja, rustig. Nee hoor, Ergemus wordt niet raakt niet overstuur van het verliezen van een spelletje. Hij raakt alleen overstuur van... tenminste, ik raak overstuur van die stomme mensen. Die geen logica hebben. Die gewoon zijn waar ze niet horen te zijn. NPC's werken volgens een protocol. En zij werken niet volgens een protocol. En
gaan nu weg. Want normaal gesproken horen ze niemand ontdekken. Op deze tactiek. Alright, I give up. Dit was nothing. Nee, ze geven top. Je geeft toch op, het was nothing. Je zei net, ik geef op. I know you're here. Als jij weggaat, dan ga ik daar naartoe. En niet ontdekt worden. Oké, dat was best hier. Wim, wil je misschien je eten met me delen? Homo, ha, gay. Ik heb niks tegen gay, maar het is best wel gay. Oké, A. 21. Die heb ik gezien. We gaan gewoon iedereen uitbreken hier, joh. Als we toch, als we er toch zijn, kunnen we net zo goed iedereen uitbreken, toch? Ja, het is nice. Boven heb ik iedereen al gedaan, dus dat is niet erg. Misplaced rune, yeah. Translation strike cell. Hier zijn ook wat dingen die we mee kunnen nemen. Ik hoor wat. Voor deze. Oh, dat is hier beneden. Lizzie's tried. She's in rough shape. Ja, maar eerst gaan we even alle andere dingen pakken. Daar is een man. Hier zijn dingen. We kunnen pakken door boel te krijgen. Trembling ears. Blood from the eyes. Beffel dust, yes. Any day now it'll start. Het is hetzelfde als een blink, dus we moeten wachten tot het geregenerate is, maar we kunnen zo van de deur niet open. En dan zal ik in bloed. En hier wat? Nee. Gaan we daar naartoe? Hier niets. Zijn daar muntjes? Nee, er zijn geen muntjes. Sleep darts, die hadden we nog. Ah, kom op, heb ik je sleep darts gratis en dan vinden we ze. Oké, A10. A10 moeten we hebben. Ik heb precies de verkeerde geopend. Good for me. Dan krijgen we die corrupted bone charm. En die bone charms vind ik leuk om te collecten, dus. Still crying about that dice game? Shut up. Die misplaced rune is ook nog ergens. Geen mensen, dus we moeten even cel A10 openen. Maar als we gaan rennen hier zo, dan hoort iedereen ons, dus dat is niet goed. Look out. You got someone skulking around. Ja. Oké, A. 1, 0. Order shall prevail. Dat is gewoon het motto van de City Watch. Kijk, de leuke is, ik ben als Doubtnu verkleed als een overseer. Een overseer is een tegen zwarte magie. En nu gebruik ik al die zwarte magie van de outsider, weet je. Het is leuk. Het is leuk. Boven natuurlijke krachten, er zijn de overseers echt tegen. Ze proberen alles om de outsider, zeg maar, de kracht van de outsider te verminderen, de invloeden van hen.
En dat werkt niet. Dus dat is echt rot voor hen. Good for you. Oh kijk, hier is een man. Ik heb je geld. I'm not doing it. Not me. Not like the rest of them. Hey, 14. Hier in de pot. This better be worth it. Ja. Oké, okay, power slash. Waar ben je? You deal greater damage with your sword. You swing your sword slower. Ach, joh. Dat gaan we gewoon niet doen, want we hebben geen zwaardvechten nodig. Ja, dat is nice. De Distrite is daar. De Misplaced Room is daar. Lock warning. Bijna ontdekt. Even weer opslaan. Oké, loop maar weg. Loop maar weg. Loop maar weg. Zodat ik je even kan opsluiten. Gotcha. Gooi jou hier even in de cel. Ga maar lekker op de cel slapen hier zo. Jij slaapt. Nou, wat moet je niet doen? Je moet er zo niet slapen. Dan stroomt al bloed naar je hersenen en dan ploft je hoofd. Oké, als jij het wilt doen, moet jij weten. Oh, daar is de misplaced room. Oh, wacht, het zit helemaal onder. Wat ben ik nu aan het doen dan? Ja, nice. Er is nog een bone charm. Oké, voor de rest hebben we alles gedaan, dus we kunnen nu Lizzie strijd bevrijden. Dat heb je, die hebben tot nu toe niet echt nodig gehad. Maar mij hoor je niet klagen. En we hebben een bone charm erbij. Wake up, Lizzie. I'm not telling shit. Wait. Who? Down. Is that right? Huh? Whoever sent you. Dit is nieuw. I'll pay double. I've come to break you out. You can owe me the favor. What kind of favor? Doesn't matter. Hey, dat is nieuw. Dat dead in another day here. What? Dat ze praat. It's just a boat trip. Up river. Past the blockades. Then you're out of luck. My boat, the Undine, now it belongs to someone else. My second in command double-crossed me and took it. A little shit named Edgar Wakefield. It's a situation I'm familiar with. Can you walk? Get me out of this damn thing and I'll fly. I can pay you to get rid of Wakefield. It'll be my pleasure. Come on. I'll just get my tiara. Maar dit is echt nieuw, dat wat ze. Want normaal gesproken praat ze nooit. Down. I think I. I'll have to carry her out. Ah, dat is het. Ja, want ze was altijd in flauw gevallen. Ze valt altijd flauw. En op deze manier kunnen we heel makkelijk via de pijpleidingen daar komen. Ze hebben helemaal niks in de gaten, die cards. Een reminder. The Coldridge prison remains under martial law. Guards are authorized to use lethal force against any unidentified or unauthorized persons on the premises. Oké, moeten we jou even hier neerleggen. Oké, okay. Opslaan. Hier zijn twee guards.
gast wegloopt. Nou, ja, dan ga je hierheen. Want hier worden mensen nou teruggesteld. Failed to appear for service on the day of Corvo Watano's disappearance from custody. For gross dereliction of duty and the reasonable suspicion of treasonous conspiracy, I hereby sentence you to death. Okay, dat is zo'n lekker dus dat. Okay, ik probeerde ze te redden. Maar het is niet dat lukte er net niet. Ja, maar zonder je kracht is het best moeilijk. Want die outsider magie, die outsider muziek, die zorgt voor de. Nee, die overseer muziek zorgt voor dat je outsider powers niet werken. Dereliction of duty and the reasonable suspicion of treasonous conspiracy. I hereby sentence you to death. What the fuck? Help me! Maar je zou denken. Ah, oh, we zijn hem dicht. Oké. Nog een keertje. 100 maal scheepsrecht. Dereliction of duty and the re. Ik heb misschien een plannetje. Treason is conspiracy. I hereby. Ja, maar ik ben toch ontdekt. Dus dat is Oké, load game. Quick save. Het moet sneller kunnen, want ik had hem net niet geraakt. Dus dat. Ja, want ze worden nu terechtgesteld omdat ze Corvo hebben laten ontsnappen. En dat vind ik oneerlijk. En de reasonable. Treason is conspiracy. Woep. Gooi die shit. Oké, we zijn niet ontdekt. Dat is mooi. Ja, hij slaapt. Unconscious, hoe dan? En hier is een bonus charm. Spirit Water. Maar in ieder geval zijn leven. Dus ik heb ze gered en dan krijgen we dan aan het einde te zien. En dat zonder bovennatuurlijke krachten. Magic wil not work. Binnen werkt alles weer gewoon. Oké, dan moeten we even weten. Waar zijn alle mannen? Oh, daar is een eindje. Ja, zolang ze elkaar zien, kan ik ze niet uitschakelen. Dat is vervelend. Kijk, zo, dit is het moment. Bedtime. Kom op! Zeg alsjeblieft niet dat ik het niet overnieuw moet doen. Ik zou het echt zo balen vinden. Niet doen. Alsjeblieft. Dereliction of duty. Fuck! En de reasonable. Of treason is conspiracy. Weer ontdekt. Waarom? Het ging goed! Ik was niet ontdekt. En die stomme ene man die. Dereliction of duty. And the. Suspicion of treasonous conspiracy. I. God, to me! Oké, alweer. Kom nog steeds mis. Ik moet gewoon één keer raak schieten en dan toem toem. Dan zijn ze allebei flauw gevallen en dan gaat alles gewoon prima. We hebben nog 5 minuutjes of zo, dus dan. Ja, dat moet wel lukken. Het moet wel lukken om deze missie, deze aflevering af te krijgen. Dereliction of duty
and the reasonable suspicion of treason or conspiracy. Fact. Dit is echt vervelend. Gewoon echt, echt vervelend gewoon. Ik had gewoon even quicksave moeten maken nadat ik dat gedaan had. Ah, waarom? Gewoon, het was gewoon de luckiest shot ever met die, And the reasonable suspicion of treason is concerned. Where are Hoe is een maniertje om niet ontdekt te worden? Nog misschien een andere hoek. And the reasonable suspicion of treasonous conspiracy. I hereby sentence you to death. Okay, pak weer de. Ready. Take aim. Niet ontdekt. Okay. Nou, dat was makkelijker dan ik dacht. Gewoon even een andere tactiek toepassen. Waar is die laatste dan? Waar is die dan? Oh, hij is weg. Hij is weg. Hoe dan? Oh, kom op! Ik moet het nu wel overnieuw doen, want dan moet ik zeker weten dat hij dood is. Want ik wil zeker weten dat hij niet dood is. Oké! Sorry, jullie zijn hier niet om mij uit te stressen, maar ja, dit is gewoon hoe ik rol. En dit is gewoon hoe ik dit onder het speel. Ready. Take aim. Fire. Nee! Lul! Waarom? Hij was zo jong. En nu moet ik weer een save overnieuw laden, omdat ik ze dood heb laten gaan. Ready. Take aim. Oh, I'll find you. Get up, right now. Weer ontdekt. Waarom? Ik wil gewoon de aflevering beëindigen. We hebben nog maar 2 minuten of zo. Laat mij dit doen. Ready. Take aim. Gonna be bad. Get up right now. Okay, nu liggen ze er. Okay, nu weet ik zeker dat ze niet dood zijn. En hebben we ze gered? Was dat nou zo moeilijk, Hermes? Was dat nou zo moeilijk, Doubt? Nee. Waarom werkt het? Lukt het dan niet? Nu een quicksave maken, anders maak je dadelijk weer dezelfde fout. Ja, ga dan. Zo, quicksave. Dan naar daar te boven. En dan weer een quicksave. Puur voor het geval dat. Oh ja, er zijn daar ook mannen. Dat is nou het punt van de net. Daar zijn ook mannen. Ah, weet je wat, dit wordt gewoon een ietsjes langere aflevering. Als je naar beneden gaat, dan gaat het allemaal goed. Zo. Bedtime. Waren ze? Lizzie? Hebbes.
Zo, nu kunnen ze niet meer ontdekt worden, want iedereen hier is flauwgevallen. Oké, looten. Neem dit op. En wees vrolijk. Oké, de tijd zit er nu op. En daar stonden ze vorige keer. Oké, quick save. Daar zit die misplaced room. Daar zit een gast. Die is eigenlijk beter gehad. Eindelijk, daar is een misplaced room. Als we dat hadden geweten. Oké, Bone Charms. Water Spear Dollar. Ja. Ik wil Ben Time 2 voor zes dingen. Dat gaan we doen. Ben Time 2. Dus dan zie ik jullie volgende keer weer. Met meer Dishonored DLC The Brickmore Witches. Dus ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Sorry dat ik zo gefaald heb met die stomme dingen. Maar jullie vinden het vast leuk om kwaad te zien worden. Dus Oké. Dus dan zie ik jullie in de volgende aflevering. En dan gaan we naar de volgende missie. In de Draper's Ward. Zo heet het. Draper's Ward. En dan hebben we Lizzie Stride succesvol en ongezien uitgebroken. Eindelijk. Gelukt. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je sowieso de stuff leuk vindt op het kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met meer... Dit is onder DLC de Brickmore Witches. Dus tot de volgende keer. Doubt uit. Bye bye.